In de studio hebben wij vandaag Lisbeth Boon uit Utrecht. Ja. ja. Nou, he? Nieuwegein. Nieuwegein, ja, vlak Atelier bij, vlak, vlak bij Utrecht. Ja. Maar je exposeert binnenkort in Nagelen en dat ja. doe je met glaswerk. Ja. Nou, de expositie is al begonnen en inderdaad glaswerk. En ik doe dat samen met een fotograaf, Ales Starreveld en Johan van der Kroon met beelden. Dus het is niet alleen glas, maar het is een hele leuke mix gewoon. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Wij, wij zien, al, voor de mensen die meekijken, wij zien wat in beeld. Maar kun je het beschrijven? Wat zien we bijvoorbeeld op, op, op dit plaatje? Uh, dat is een uh, vrij groot werk. Uh, dat heet Veerkracht, en dat is. Het zit in een grote houten omlijsting die beschilderd is. En aan de binnenkant, dat is één grote plaat glas. En die is uh, op allerlei manieren bewerkt. Hij is gebrandschilderd, hij is gefused. Zit ja, maar maar wat de... doe je dan met een kwast eroverheen? En, en doe je dat dan uh, uh, branden? Of is het branden ja. op het glas en daardoor verkleurt het glas? Nee, je, je werkt inderdaad met verven die je vastbrandt, die je vastsmelt in de oven. En in dit geval zit ook nog een appliqué. Een appliqué betekent dat je glas lijnt. Ja, glas wat op je glas. Ziet. Ja, glas op glas. Er zit een soort boom. Structuur en dat zijn allemaal bewerkte spiegel. Uh, ja. Spiegeltjes. Aan de achterkant zie je die. Die zijn deels de lakker afgehaald. En de, de ja. stukjes die wij zien, het glas op glas, ja. dat lijken weer de blaadjes volgens dat mij. Dat zijn de, de boom, blaadjes. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal blaadjes. Het zijn eigenlijk verschillende stromen. Ja. Uh, stromen die, nou ja, zoals je meegaat in je leven met van alles, en dan loopt een rode lijn doorheen, ook weer van blaadjes die ook nog geërst zijn. Ja. Dus dat is de pijn op de en, en op de, op de liefde. Achtergrond zie ik ook nog een ja. soort van gezicht van iemand. Ja. Ja, het is niet echt een gezicht. Nee, nee maar dat, dat mooi het voor dat mij dat erin maar... In ziet, ja. maar dat is niet, uh, niet zo bedoeld. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Waar, waarom glas? Wat, wat heb jij met glas? Ja, nou, ik, ik heb eigenlijk van alles gedaan. Ik heb getekend, geschilderd, gebeeldhouwd, bronschieten gedaan en zo. En op een gegeven moment uh, heb ik ooit eens een cursusje Tiffany gedaan. En dat glas dat vond ik zo verschrikkelijk leuk. Dat is al die gekleurde stukjes ja, glas? Ja, alleen is dat een andere he? techniek. Uh, ja. Dat is wat verfijnder. Dat wordt anders gedaan dan glas in lood. Glas in lood is wat iets groffer, maar dat vind ik juist wel mooi, dat storen. En uh, nou, ik heb van alles uh, dus ah. gedaan. Uh, en, en uiteindelijk dacht ik wil eigenlijk wel verder met dat glas. Ja, maar, maar bij ont... glas blijven steken, zeg maar. En daar ja. en daar ja. op doorgegaan. Ja, Want wat op... je mee hebt genomen ja. hier, is weer glas ja. in beton. Ja, ik heb dat meegenomen, omdat ik dat eigenlijk wel vond passen bij, bij Nagelen. Dat is een wederopbouwdorp, uh, van vlak na de oorlog. En dit is eigenlijk een vorm van monumentale kunst die in die tijd heel veel werd toegepast. En die nu Zag je eigenlijk... je ook veel in kerken. Krijgt, te verdwijnen en daar denk ja. ik van, nou, ik neem het mee om dat ook nog eens even te laten zien. En uh, dit is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een soort glasmosaïek die je in beton giet. Ja. Ja. En, en wat is dan de basis? Waar begin jij mee? Is dat een idee in je hoofd of is het wat ontstaat tijdens het, het werken met het glas en het beton? Nou, dat kan op allerlei manieren. Dit is echt een techniekles geweest van allerlei bewerkingen van het glas. Want dat is dik glas ja. van twee centimeter dik. En dat kun je zagen, je kunt het kappen. En uh, ja, dat doet van alles met licht. Ik, als, je, als je iets zaagt, dan heb je strakke vormen. Maar als je iets kapt, zoals dit stukje, ja. dan, dan doet dat iets met dat licht. Het schittert veel meer. En dat hebben ze dus ook in die tijd met gebouwen, complete wanden van kerken en zo, dus zo gemaakt. Ja, ik vind altijd dat, een heel mooi gezicht als je in een kerk ja. zit. En de zon die straalt al van ja. boven zo schuin doorheen. Ja. Ik heb die mooie banen. Ja, het, ge het geeft gewoon licht en het is steeds anders. Dat is het leuke van de monumentale kunst. Hè. Het is zo jammer dat dat uh, een beetje verdwenen is. Maar nou ja, ja. wie weet, ik pleit daarvoor uh, ja. dat het weer terug mag komen. Als doet het dan ook wat persoonlijk uh, iets met jou? ja, 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 dat weet je. Het is, het is toch een beetje, nou ja, je kind klinkt een beetje zwaar, maar je bent daar zo mee bezig. soms is iets in één keer daar, soms ben je, soms ligt het een paar maanden, moet het even weken en dan pak je het weer op en dan ga je weer verder. maar het is altijd een soort proces. je hebt een idee van wat je wil maken, je begint te denken, nou, is het niet of het is het wel. en ja, dan ga je verder broeden. Je gaat dingen uitproberen. Soms denk je, he, bah, nee, dit is het niet. En dan, ga, dan wordt het juist interessant en spannend, want dan ga je dingen uitproberen. Mm -hmm. En dan ja, het komt altijd wel weer ergens uit. Maar ik ben ja. benieuwd ja. naar benen, Liesbeth. is ja. uh, Als iets nou mislukt is, ga je dan ook met het glas uh, gooien? Uh, nou, bewaar, kan er niet meer gooien. Ik heb wel een je. afvalbak. <gazien> Daar gaat het in. Een glasbak, hè? Dat wordt allemaal ingeleverd. Dat geldt ook voor lood. Want ja, ik doe ook restauratiewerk. Dus dat oude lood, dat moet je ook inleveren. Dat is, dus, dat is het mooie van glas. Je kunt er eindeloos eigenlijk dingen mee doen. Ja. Tot de allerkleinste stukjes die je weer in mozaï mozaïek kunt verwerken. Nou ja, het, hetzelfde stukje ja. glas kan je natuurlijk op duizend manieren gebruiken. Ja. Of, of naar kijken natuurlijk. Ja, ja. Met ja. lichtinval. Ja. En ja. Dat is misschien het allermooiste van glas. Nou, dat vind ik juist ook het spannende van. Ik heb een opleiding ook gedaan. En daar ging je soms met een architect naar een bepaald gebouw. Van, nou, dit en dat is de opdracht. Doe iets met licht. En dan moet je dus. Je moet echt in, in, in ruimte denken. En in licht denken. Kijk, dit is gewoon een paneeltje. Dat doe je zo in een weekend. Maar als je in een ruimte denkt, dan moet je dus je realiseren. Wat doet dat licht. Ja, als je alles in blauw gaat maken, dan word je natuurlijk redelijk somber van. Doe je oh ja. warme tinten, dan, dan, ja, dan doe je ja. iets anders met je dan wanneer je alleen maar donkere of groenige of zwarte tinten of, of wat dan ook gebruikt. Wat ook weer heel spannend kan zijn. Het is maar net wat je wil vertellen. En daarbij hm. heb je natuurlijk de invloeden van het, het daglicht. Aan ja. het licht. Want de ene keer ja. hebben we fel licht en dan hebben we weer donker licht. Ja. Daar moet je ja. dan ook nou allemaal rekening mee houden. Ja, maar dat maakt het juist interessant. Hè? Ineens komt die zon binnen en dan, dan ineens flonkert alles van kleur. Het ja. zakt weer een beetje weg. Dus, dus, als er een beetje ja. water overheen ligt en dan die zon er overheen, dat, ja. natuurlijk nou ja, ook geeft dat dan effecten. Ja. Denk ja. jij ook zo dat je, als, als we een beetje mazzel hebben, dan krijgen we hier wat mee en daar wat mee en dan valt het precies zo en zo? Ja, zeker. Ik heb ooit ook eens iets gemaakt voor een tuin. En uh, dan ga je ook denken: van wat is een goede plek? Wat doet dat als je daar zo vanuit je huis tegenaan kijkt? Mm -hmm. Dus, uh, Het ja. is erg populair hè, glasornamenten ook en, en, en glaskunst. Nou, het, het komt er wel weer meer in. Ik krijg ook best wel weer veel uh, mensen die graag glas in lood willen leren maken ja. of fuse. Uh, Wat is fuse? Nou, fuse betekent dat je glas versmelt in de oven. He, dus je kunt lijmen, je kunt het in lood of, of in Tiffany, in koperfolie zetten en solderen. En je kunt het fusen. Dus daar heb je wel specifiek glas voor nodig, want je kunt niet alle glas op elkaar smelten. En ik denk ook een speciale oven, want ik had het niet zomaar ja. in, in de combi nee, toch? Dat klopt. Nee. Daar heb je een, uh, ja. een oven voor nodig. En die, ja. die hele hoge temperaturen haalt, ja. ja de mijne gaat tot 850-900 graden. Ja, dat gaat hij mij niet. Nee. Ja, nee, <laughs> um, liefst nee. op, dit, op dit moment, zei je een expositie in het museum Nagelen. In ja. Nagelen, um, tot wanneer is dat? Het is tot en met eind mei, 29 mei. Het museum is van donderdag tot en met zondag open, dus niet alle dagen. Ja. Nee. En je zei al uh, eerder, een fotograaf. Uh, uh, Alef Starreveld ja. exposeert daar. Ja. En Johan van der Kroon. Die maakt beelden. Die maakt beelden. Ja. Dus het is, is een combinatie een van die mix. drie. Ja. Ja, het matcht ook heel goed met elkaar, dus dat was ook wel leuk. Ken je ze al ja, van tevoren? Nee, nee, want zij komen allebei uit uh, Alkmaar. Het zijn uh, bevriende mannen. Ja. En uh, zij zijn daar samen gekomen. En uh, nou ja, ik kom dus uit een hele andere kant uh, ja. met mijn glas. Dus uh, het was totaal spannend wat we daar bij elkaar hebben Ja, gingen precies, want matcht match, match die kunst bij elkaar. Ja, maar het ging ook in goed overleg. Ook dus okay, ja. hebben we elkaar ook geholpen van Veer daarvan, als ik dit hier neerzet. Nou, zou het zo doen? of uh, Dat ja, is ja. eigenlijk heel leuk gegaan zo met elkaar. Misschien kan jij juist door die invloeden van het licht in het glas... kan jij wat, wat invloed uitoefenen op, op hun kunst weer. Ja, ja maar het ging, uh, ja. ging wel over en weer. Ja. Is, er, ja. is er al een, een, een item waar jij bijzonder trots op bent? Dat je zegt van, nou, tot nu toe dan, hè, want een kunstenaar is nooit uitgemaakt... Um, is er al iets waarvan je zegt dat is eigenlijk mijn topwerk nu? Dat staat ook in de expositie. Ja, ik weet niet of, of het top maar ik vind veerkracht bijvoorbeeld vind ik een van de mooiste dingen. Die dat ik met heb. die blaadjes, hè, ja. glas op glas. Ja, en ook deze die je nu ziet. Uh, wat is dit? Wat, wat zien we? Ja, dat is, dat is eigenlijk een, uit een serie ontwerpen die ik ooit heb gemaakt voor een, uh, voor een crematorium. Het is niet uitgevoerd, maar het was een examenwerk. Ja. En dit heet Overgave. Dat was een zigzagwand met vierkante nissen. En daar heb ik uh, zeven of acht ontwerpen voor gemaakt. Het ging eigenlijk heel snel, heel spontaan. En daar heb ik deze twee, uh, dit is er één van die ik daarvan heb uitgevoerd. En ook daar heb laten zien en een tijdje heb opgehangen. Hmm. Helaas is het niet uitgevoerd. Waar, waarom is het niet uitgevoerd? Maar, Hebben ze dat ook uh, gezegd? Uh, nou, ik denk dat daar gewoon geen geld voor is. En uh. misschien vinden ze het ook wel iets te heftig, te modern zou kunnen. Ja. Maar ja, ik vind het gaat over de dood en dat kan je ook niet wegpoetsen. Ik bedoel, dat 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 hoort al nou eenmaal bij van het leven. leven is het ja, dat dan... zijn vrij spontane schetsen met veel ja. rood erin. Ik gebruik okay. ook best wel veel rood als een soort van levenslijn door, door het werk. Ja, oké. Okay. Uh... Verkoop jij dit bijvoorbeeld ook, wat hier bij ons op tafel staat? Uh, nou, dit, dit is meer eigenlijk een leuke techniek. Oefening voor mij. Nee, maar ik kan me voorstellen ja. dat iemand thuis zegt: ja. dat vind ik mooi. Ja. Zoiets zocht ik nou ja. voor op een heel groot ja. zwaar of een tafel. Ja. Aan wat voor prijs moet je dan denken? Eigenlijk oh, dat Daar heb je helemaal niet over nagedacht. <laughs> ja, dat, in principe, ja. maar je verkoopt ook. Ik verkoop wel werk. Ja. Oh, okay. Het werk wat in het museum hangt en ja. wat ik ook uh, thuis of in het atelier heb staan, dat is allemaal te koop. Mm -hmm. Op één stuk na. <laughs> dat is een, uh, ook, ook een onderdeel van de les: een kopie van een, een heilige kop moesten we maken in verband ja. met het leren restaureren. Waarbij je moet afvragen, ga ik het invullen zoals het vroeger was? Of ga ik het zo goed en zo kwaad aanvullen zoals het nu is? En ik heb een, een, een heilige kop, een Catarina, gemaakt... waar ik echt heel veel moeilijke technische dingetjes moest oplossen. En, en bedacht van, hoe heb bedacht, hoe hebben ze het vroeger in godsnaam gedaan? Ja. Maar dat wist ik nog niet toen ik die heilige kop had gekozen. En gaandeweg kwam ik dat tegen. En dan moest je bijvoorbeeld en in een uh, aureol gaten boren en daar moesten weer kleine stukjes glas in gezet worden en nou. het is zoveel werk geweest mijn hoofdpijnproject. <laughs> Laat je, dat je nooit. zal ik los. nooit verkopen. Laat maar... je nooit meer blijven. Nee, voor jou. de rest uh, is alles te koop. Nou, het is dus te zien allemaal in het museum Nagelen. Ja. In Nagelen dus Lisbeth Boon, beeldend kunstenaar met glas. Ik vond het leuk dat je er was en uh, interessante onderwerpen. Dankjewel. je wel.